is Eva thuis. Ja, maar niet voor u. Allee, jongen, wat doe jij nu, zeg? Kweebus. Sorry, ik kon niet harder. 136.500 euro. 136... Maar dat is... Dat is wat, Simon Bax. Dat is wat. Dat is 11.000 en een klets meer dan dat we gedacht hadden. Een 500.000 extra zoomen van de bomen getrokken. We zijn nog rijker dan dat we dachten, godverdomme. Amai, amai. Godverdomme, hoe is dat nu mogelijk? Ja, zeg. Zoveel meer. Ja. En hebben wij ons al zo vergist met het uitrekenen? Ah, belang je niet. Ik zal dat eens uitleggen, like dat je vindt in Luxemburg in die bank. Dat is uitgelegd. Ja, heb jij dat wel allemaal juist verstaan? Want dat was toch allemaal in het Frans te doen? Simon, alstublieft. Frans klappen dat gewoon niet goed, maar compreneur, dat is geen enkel probleem. Luister, die obligaties, ik heb er meer voor gekregen omdat die niet uitbetaald zijn à Paris. Oh nee, want je wordt in Luxemburg. Oh goed. Ja, natuurlijk was ik in Luxemburg. Ah wel, ja, dan kunnen ze toch niet in Parijs laten uitbetalen? Nee, slimmeke. Niet à Paris, gewoon à Paris. Allee, laat ik ze zeggen à Paris. Dat is een woord dat heeft te maken met je obligaties. En wat wil dat dan zeggen? Ja, dat je meer krijgt. Allee, als dat niet à Paris is. Want als dat wel à Paris is, dan gaat dat feestje niet door, verstaan? Ah, oh, ja. Maar... Dat meer, dat geven ze toch niet zomaar bij? Ah, nee, natuurlijk niet. Dat hangt van de beurs af. Als de beurs laag staat, dan kun je obligaties kopen met een hoge interest. Gelijk dat Roger in een tijd heeft gedaan en dan zijn die meer waard. Of zoiets. Verstaan je? Een 500.000 ineens. Ah, ja, er gingen ook nog 3 couponnetjes aan. Ik heb die ook allemaal verpatst. Daarmee. Ons moe gaat content zijn. Ja, ons moe niet alleen. Haar geld, dat is ons geld. En met dat geld kunnen we sanitechniek redden en kunnen we ons kareltje en zijn paradijsvogel uitkopen. Oh, en misschien schiet er nog iets over voor de mouwende zwa. Voor de mouwende zwa? Suske, eerst nonkeltje en dan nonkeltje zijn kinderen. Oké? Okay? Allee, kom eens hier. Hier, ja, ik heb geen ijs. Is niet zo erg. Zeg, anders als dat niet helpt, ga naar huis, ligt er een paardenbiefstukje tegen. Hè? Ja. Zeg, Eva, kunnen wij eens babbelen? Ik moet naar de klant eigenlijk nu. Ja, maar zeg tegen uw bodyguards als ze even in de keuken wachten, kom. Gaan we even naar de gang? Ja. Die pataan. Zeg, Eva, gaan we morgen anders een tourke doen met ons twee? Waarom? Ja, gewoon voor het plezier. En om wat bij te babbelen. Ja, ik weet het niet. Alleen met de motor. Naar Dardenne. Iets gaan eten. Ik zal nog zien, oké? Want ik moet werken. Ja, is goed. Bel me dan. Ja. Laat iets weten. Hè? Ja, oké. Ah, gelukkig. Je bent nog niet klaar. Ik dacht, die staat te trappelen van ongeduld om te vertrekken, zeker. Zeg, Jenny, kunnen we die wandeling niet een paar dagen uitstellen? Ah, ja. Is er iets tussen gekomen? Maak me een beetje zorgen over Anne. Schijnt dat er een papiertje op haar deur hangt. Vandaag geen raadpleging. Oei, ze is misschien ziek. Oh, voor een griepje zal Anne haar praktijk niet tegen doen, hoor. Ik heb haar gebeld, maar het is niks op haar gsm. Mijn Jean-Pierre antwoordt mij ook niks, dus... Stopen dat niks serieus is. Ja. Ja, ik zal me wel weer nodeloos ongerust maken, zeker, hè. Maar ik zal er toch ergens naartoe gaan, hè? Oh, ja, natuurlijk. Ik zal ik eens direct bellen naar Marianne. Ja, zeg, en die wandeling, dat is uitstel, geen afstel. Ja. Jenny. Het schijnt dat vis, dat geweldig goed is voor het geheugen. Rosetje, ik was dat niet vergeten. Marianne? Met Jenny? Marianne? Zeg eens, wat heeft hij gebeten? Je had daar misschien een afspraakje mee dat je vergeten wordt. Rosa, ik was dat niet vergeten, zeg. Jennyke, we gaan hier naartoe. Ja, Marianne, je moet weten wat er is. Ja, ja, het is goed, het is goed. Eindelijk.
Ik dacht al, is alles oké? Ik kom alleen nogal ongelegen, hè. Het is hier allemaal rommel. Ja, maar, hé. Hey. Ik kom eigenlijk voor aan. Is ze ziek of wat? Aan ziek? Ik zou niet weten. Nee, ze is hier niet. Nee, we hebben er een vrijdag in te smissen definitief een streep onder getrokken. Wat vertelde jij mij allemaal? Ja, gedaan met de komedie. Eindelijk. Hé. Hey. Kan u precies niet veel schelen, hè? Moraal van het verhaal. Jean-Pierre de Nantiquière heeft geen geluk in de liefde. Heb je geen gedronken? Weet je, gedronken in geen druppel. Hey, kom aan, jongen, kom aan. Ik ruik het, ik zie het. Ik ben een beetje lang geslapen, dat is alles. Lang geslapen, kom aan, jongen, kom. Mij maakt er niks wijs. Hé? Hé. Ik dacht dat jij op zoek was naar Anne. Je werd daar net zo kort af aan telefoon. Wie was het? Niks, iemand van het werk. Moet jij eigenlijk niet werken vandaag? Nee, ik heb een verlofdag genomen. We gaan samen heerlijk relaxen. We hebben het huis voor ons alleen. Oh. Oh, te vroeg gejuicht. Ik ga wel. Bingo. Vooruit. Nest. Mama is daar. Kom maar. Ja, en sorry dat ik zo binnenval, hè. Maar we waren toch wel een beetje ongerust over u, Dre en ik. Ben hier goed. Koffie, Jenny? Dat wil ik, ja. Mama? Oh, nee, dank u, Anneke. Oh, en zou je het erg vinden, alle twee, om in de keuken te gaan zitten? Marianne, wat scheelt er? Er juist zit mijn neus afgebeten aan de telefoon en nu deze. Oh, Jenny, het spijt me als jij vindt dat ik grof ben tegen u. Ik ben aan het lezen. Ik ga koffie zetten. Ik zou willen weten wat er scheelt, Marianne. Je hebt echt geen flauw idee, hè? Nee. Ik heb u zien kussen met Willy. Ik versta heel goed wat dat is, hè? Iemand verliezen. Maar dat kun jij toch niet weten, want jij hebt een man niet verloren. Nee, maar wel mijn dochtertje. Cindy. Ja, ze is doodgeboren. Oh god, dat moet ook erg zijn. Ja, ik mis ze nog altijd. Maar dat verdriet, dat slijt wel wat. Van ja, een mens moet verder met zijn leven, hè. Jij was nog jong. Maar wat schiet er nog over van mijn leven? Ben ik nou mens? Je hebt toch ook nog veel schoolmomenten. Hè, er zullen er nog wel veel komen met je kinderen en met je kleinkinderen. Ja, maar die hebben allemaal hun eigen leven. Ik loop ik zomaar een beetje in de weg. Rozeke, die zag mij geren. Ik had altijd gehoopt dat ik het eerste zou mogen gaan. Jij werd echt wel gelukkig met Rozeke. Dat is een lieve man. Ja, dan moet je daaraan optrekken. Jij moet dankbaar zijn dat hem in je leven geweest is, dat je hem gekend hebt. Ik wil niet dankbaar zijn. Ik wil hem terug. Ik mis hem zo. Ik ben zo moe. Krijg ik die pilletjes die er op de kast liggen? Ik weet iets beter om u te ontspannen. Ja? Allee, leg je hoofd achterover. Zo, ja. Ogen toe. Zeg, je gaat me toch niet hypnotiseren, hè? Maar nee, allee, shh. Ogen toe. Zeg, ik hoop dat het eenmalig was, hè, want dat zou ik kunnen begrijpen. Je hebt een affaire? Een affaire klinkt wel plat, hè, Marianne? Ah, oh, maar nu versta ik het allemaal, hè. Oh, de geheimzinnige schenkster van de groene sjaal? Hebben jullie met al zijn buien? Dat is dus al een hele tijd aan de gang.
Een paar maanden. Ik dacht dat jij mijn beste vriendin waard. Vroeger hadden wij geen geheimen voor elkaar. Ja, zeg, ik ben er niet fier op ze, hè. En ik wist ook dat je het ging afkeuren. En Dree weet van niks. Wat was jij nu? Hoe kunt je zoiets doen? Ja, ik ben verliefd, hè, Marianne. Tot over mijn oren verliefd. Wat is flauwekul? Dat is iets voor pubers verliefd zijn. Dat is niet waar. Ik heb mij een lange tijd niet zo gelukkig gevoeld. Alleen liegen en bedriegen, dat maakt u gelukkig. Je valt me zwaar tegen, hoor, Jenny. Ze sliepen. Wat doe jij hier? Wat komt hij hier doen? Ja, ik heb Veronique gebeld omdat ons moe zo wat over haar toeren was. Allee, vooruit. Zou ik iets vervolgen? Een bond bellen van een babysit. Nee, Frank, nu vind ik wel dat je een beetje meer respect mocht hebben voor je moeder. Hè? Die Florke, ik ben ermee weg. Hè. Je mocht altijd bellen als je me nodig hebt. Okay? Trouwens, bedankt. Hè. Ja. En als je koesting hebt, kun je morgen misschien nog eens terugkomen. Ga ik zeker doen. Zullen ze allemaal? Ja. Merci, Veronique. Ja, salut. Ja. Moe, alsjeblieft. Je moet oppassen met zo'n menselijk, Veronique. Die Zeeuwse vliegen, die is zot. Dat weet je toch? Die heeft in een secte gezeten. Voordat je het weet, zit er de rook. Frank. Simon, ze moet geen vreemde mensen binnenlaten. Zeker niet met al dat geld in huis. Hier, ze. Denk de Darwin. Hier. 136.000 euro. 5 miljoen en half. Hier. Dat geld er al zeker gespaard, hè. En dan kunnen we er niet meer van genieten. Allee, hoe lang is het geleden? He, dat je hier huilend binnenkwam omdat Frank je voor de zoveelste keer bedrogen had. Jaar of 7, 8 of zo? Zet je alles vergeten? Dat vind ik nu niet schoon, hè. Je hebt niet het recht om mij te vergelijken. Je doet anders Frank. Juist hetzelfde. Och, met Frank was dat altijd aan één stuk door. Met al wat een rok had. Bij mij is dat ene keer. En zeker en vast een enige keer. En wel, ik vind het ziekelijk. Je zit daar met zo'n smile er straks achter je oren. Oh, ik ben verliefd, Marianne. En je mag wel het reis zijn leven kapot, hè? Denk jij dat ik dat niet weet? Denk jij dat ik er s'nachts niet van wakker lig? En wel, waarom stopt je dat niet mee? Omdat ik het niet kan. Ik kan het niet. Och, man. Marianne, ik weet het. Ik weet het. Je hebt gelijk, je hebt het overschot van gelijk. Maar alsjeblieft, veroordeelt me niet zo rap, alsjeblieft. Hé, hey, Jenny, wacht. Hey. Ik weet het dat ik de Frank in de tijd zo vervloekt heb en zie mij hier nu staan. Even schijnheilig. Wat moet ik doen? Ik weet niet meer wat ik moet doen. Kom, we gaan terugzitten. Zijt je ongelukkig met Dree? Maar nee. Nee. Dree, dat is mijn beste vriend. En we hebben al zoveel meegemaakt samen. Hij verdient deze niet. Ja, maar dat gras aan de andere kant van de regio. Ik dacht dat het ging overgaan, maar het wordt erger. Ik zie de Willy graag zijn. Allee, ik zie ze allebei graag. En aan de ene kant ben ik dan heel kwaad dat deze gebeurt, maar dan aan de andere kant... voel ik mij zo goed met die verliefdheid. Allee, maar wat heeft Willy dan dat Dree niet heeft? Het klinkt stom, hè, ik weet het. Maar de Willy die geeft mij zo het gevoel... dat ik nog niet afgeschreven ben. Dat ik nog jong ben.
Sinds mijn operatie heb ik mij nooit meer aantrekkelijk of sexy gevoeld. Nooit niet meer. En met de Willy. Nou ja, ik voel mij terug begeerd. Ik voel mij terug vrouw. Marianne, ik ben zo blij dat ik het eens kan vertellen aan iemand. Je moet het niet goedkeuren, zinne, maar ik ben al blij dat je luistert. Maar je gaat toch moeten kiezen. Ik weet het. Maar ik voel me zo gelukkig bij de Willy, ja. Ik ben geen 20 meer, mijn kansen zijn bijna op. En het is misschien mijn laatste kans, wie weet. Dus als we dat zo aanpakken, dan komt die opdracht voor Alex Walters wel in orde, denk ik. Hè? Maar ik ben echt onder de indruk. Zo'n lastenboek is al niet simpel om aan uit te kunnen. En dan de manier waarop dat je bepaalde problemen voorziet. Chic. Ja, gezond verstand zeker. Doet mij soms een beetje denken aan de tijd van Luc. Bon, werk het verder uit, dan kunnen we het eind deze week nog voorleggen aan meneer Walters. Ja, oké. Oh, hoho. Is er eentje wakker geworden, blijkbaar. Zeg, kleine deugniet, rustig een beetje, hè. Beetje medelijden met mama. Ik denk dat het tijd is om wat te rusten. Gaat het? Ja, zeg maar. Zijn we zeker? Ja, moet, ja. Moet ik je wat helpen? Nee, jaag u vooral niet op, Marie. Oh. Het is voelen bewegen. Ja. Oh ja, oh my. Levendig, hè? Ja. Zijn die gerustgesteld? Allee, ga nu maar. Ja, maar ik heb dan misschien wel geen bezorgde papa. Maar als bezorgde assistente kun jij het tellen. Verzorg je toch maar goed, hè? Dank je. Kom maar, je bent wel meer dan een uur bezig. Het is mijn toer. Kom. Ja, maar wacht even. Hè. Ik ben nog niet klaar. Eva, dat spel staat hier ook voor mijn studies. Weet je nog wel? Ah, kom, zal ik er even arrangeren. Wat moet hebben? Want jij verstaat er toch niks van. Ja, oké. Nee, laat maar. Ik heb het al. Hoe zit dat hier af? Wat is dat? Villa Frank? Ja, dat is een restaurant. Ja, dat zie ik. Het is precies ook een heel romantisch restaurantje. Is dat hetgeen dat ik denk dat het is? Zeg, Juri. Ik moet dat toch kunnen uitspraten met Werner, hè? Ik zie niemand daar verkeerd aan is, hoor. Nee, nee. Swat, mag ik even naïviteit opzoeken op internet, hè? Ja, en bemoeizucht. Kunnen dat ook eens opzoeken? Zeg, heel de situatie met Jenny, waarover ging dat eigenlijk? Ik heb beloofd van te zwijgen. Ze zit toch niet in de problemen? Het had over haar oren. Alleen beseft ze het zelf nog niet. Ah, Anneke. Hey. Hoi. Blijf er mee eten. De kinderen zullen koken. Ah, graag. Anne blijft een tijdje bij ons logeren. Op de zolderkamer. Gezellig. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Het is uit tussen Jean-Pierre en mij. En ik had geen zin in een hotel vandaar. Ik zou toch voor een hotel kiezen als ik van u was. Dan moet je kamer niet opruimen, of de badkamer. Ja, of zelf eten maken. Oh, ik wil wel helpen. Wat staat er op menu? Ja, we hebben maar één specialiteit. Spaghetti à la Bastiaans. Ja, jij mocht dat juine snijden. Oh, wauw, wat een eer. Voilà, zeg. Nu gaan wij onszelf eens lekker verwennen. Hoppa. Het is niet waar. Oh. Marie, ik zal u toch eens een sleutel moeten geven. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Leontine Verkamme, zie ik. Dat ben ik, ja. Excuseer, Lydie Boon. Ik heb een babywinkel.
En? Er is vanmiddag bij ons een cadeau voor u besteld. En omdat ik hier toch in de buurt woon, kom ik het zelf even brengen. Misschien bent u ook geïnteresseerd in onze geboortelijsten. Ik denk dat Maeterlinck de enige Nobelprijswinner was. Enige Belgische, denk ik. Ja. Absoluut, ja. Tot nu toe, ja. Oh, dat ziet er lekker uit. Oh, zeg, wij worden hier nogal verwend. Ja, laat nog wat plaats voor de rest, hè, dat je nog honger hebt. Complimenten aan de chef. Het zal aan deugd doen. Ik kan een beetje afleiding gebruiken. Hoe neemt ze het op? Redelijk. Dat arm kind heeft al zoveel tegenslag gehad. Het is geen gemakkelijke situatie waar ze nu in zit. Gelukkig kan ze bij u terecht. Dat is nogal normaal, hè, Erik? Maar wat ik zeg wel. Hoe is het nog met Michael, uw oudste? Michael? Want dat is al een tijdje geleden dat we die nog gezien hebben, hè? Ja, maar het gaat goed met hem, denk ik wel. Die zijn stage, die moet nu wel afgelopen zijn, zeker? En heeft hij al een praktijk? Nee, niet dat ik weet, nee. Waar ben je zo aan het denken geweest, hè? Anne heeft het eigenlijk heel druk in haar praktijk. Ze zou het een beetje rustiger aan moeten kunnen doen. Want sinds Valérie vertrokken is naar Nieuw-Zeeland, is die plaats nooit ingevuld. Een dubbele praktijk met Anne. Nog niet aan gedacht. Ik ga hem eens bellen. Vindt Anne dat wel een goed idee? Vast wel. Je hebt het dan nog niet gevraagd. We moeten toch eerst Michael polsen? Hey, Michael, het is papa. Zeg jongen, heb je al een praktijk? Of een dokter om je mee te associëren? En Marianne heeft hier een fantastisch idee, jongen. Zullen we erover spreken? Ja. Ja, goed. Ja, ciao. Hij komt vrijdag. Perfect. Kom. Op de dubbelpraktijk. Op de dubbelpraktijk. Ik hoop dat u hem mooi vindt. Wij hebben ook bijpassende kleertjes. Ik heb zelfs lakentjes met hetzelfde motiefje. Heeft u al een wiegje? We doen een speciale wiegjesactie. Zat er geen kaartje bij of een boodschap of zo? De meneer die het gekocht heeft, zei dat het niet nodig was. U zou meteen weten van wie het kwam.